echt wel iets gehoord van Linux pakket van netwerk Ubuntu. Dat is gratis. Ik zat al over te. Oké, dat is muziek op de achtergrond. Ik weet het, maar dat doe ik niet. Mijn muziekstudio, want ik heb studio's. Ik ben een beroep van 2030. Even over. Wat is Linux? Daar snap ik helemaal niks van. Linux. Okay. Linux is iets dat. Goed van is, want je kan Windows doen, Steam is gratis, je kunt Apple doen, maar dat kost borden voor geld om een computer te kopen en het installeren Steam. Mijn computer zit op het Linux is gratis. Dus oké, dat is een mooie muziek, jongen. Zijn echt geweldig. Ik denk dat jullie niet zo. Maar we gaan het over. Het is goed. Goed voor hackers. Want als je een hacker bent, dan moet je even links. Maar wie is er nou een hacker? Je moet geen dingen geven, ook overal geen hacker. Ik zal je vertellen. Als je Linux neemt. Windows hebt. Na mijn 5 stappen, die kan ik nu niet zo enter drukken. Als je Windows XP hebt, dan kan dat niet. Maar Windows XP, dan maak ik 10%. Maar daar heb ik het al van probleem van mijn video. Die hier achter zit. Ja, hieronder. Of misschien boven. Weet ik veel! Waarom gebeurt dit? Nou, we gaan zo zitten. Dus, gebruik beter geen. Ja, Linux. Maar dan moet je geen Windows hebben. Beter Apple. Snap je? Linux is goed voor hackers. En hackers, die hacken dan Windows. Of jouw internet. Of Google. Of weet ik veel. Is een iets heel ander programma. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Van Bill Gates niet. Ook Steve Jobs niet, want die heeft Apple gemaakt. En Bill Gates heeft iets. Oké, waar zit ik nou voor? Oké, dus daar beter geen Linux gebruiken. Ja, doe dat nou niet. Want dit is een hele basis les voor jou. Gebruik als geen Linux, en als je dat wel gebruikt, gebruiken andere mensen helemaal geen Windows. Of
wel Apple gebruiken. Want dat kan niet gehackt worden. Dus dit was een wijze les voor iedereen. En dit heeft vijf minuten geduurd. Dus doe een like. En subscribe voor meer te vertellen. Bye!